Laat ik beginnen met een motie. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer ervoor waarschuwt dat regels ten aanzien van de verantwoording van overheidsuitgaven en beleid niet alleen bedoeld zijn voor de makkelijke momenten, maar ook voor crisistijden en crisismaatregelen. Verzoekt de regering om het advies van de Rekenkamer gestand te doen door bij de coronamaatregelen aandacht te besteden aan de principes van doelmatigheid en rechtmatigheid. Het gaat over tot de orde van de dag. Ja, voorzitter, ik heb daar geen toestemming voor gevraagd om die te mogen indienen, maar dat doe ik ook niet. Want als de collega's opgelet hebben, deze motie is van mei vorig jaar. Deze is ingediend door de fractie van DENK en is met algemene stemmen aangenomen. Maar voorzitter, soms kun je van tevoren wel iets zien aankomen. Je kunt natuurlijk altijd op 24 december realiseren dat de volgende dag kerst is. Maar als je weet dat er een crisis komt, dan weet je dat er ook altijd wel mensen zijn die daar in de een of andere vorm dat later gebruiken om te zeggen, we hebben de regels niet zo heel goed toegepast. En voorzitter, wij vinden dat buitengewoon onacceptabel. Ook omdat we het hadden kunnen weten, gegeven ook de motie die ik zojuist aanhaalde. En voorzitter, als we kijken naar de manier waarop er ook weer gerapporteerd is, dan doet me dat een beetje denken aan die meneer die bij de huisarts komt. En hij zegt, eigenlijk zegt hij, als ik hier druk, doet het pijn. Als ik daar druk, doet het pijn. Als ik hier druk, doet het pijn. En overal waar ik druk, doet het pijn. En toen zei die huisarts, die zei, maar misschien is je vinger dan gebroken. Dus voorzitter, die vinger, dat is natuurlijk de minister van Financiën. Dat is degene die toezicht houdt op datgene wat andere ministeries doen met geld. Daar is die voor aangesteld. Want we kunnen wel elke keer kijken naar een ministerie om te zien wat daar fout gaat, maar we moeten vandaag dealen met de heer Hoekstra. Die is aangesteld als chef. Die moet namens ons het belastinggeld heel goed in de gaten houden of het naar de goede plekken gaat en of het verantwoord is. En voorzitter, hij zei vorige week, zei hij zelf, of een aantal weken geleden zei hij zelf, dat terugblikken, dat is goed om vooruit te kunnen kijken. We moeten lessen trekken. Terugkijken, een belangrijk onderdeel van de parlementaire controletaak. En we kijken dan vooral naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid via het spoor van financiën. Wat heeft het gekost? Hoe is het aanbesteed? Welk doel is ermee bereikt? En wat is er verder mee gebeurd? En voorzitter, we hebben natuurlijk een moeilijk jaar achter de rug. Als ik aan 2020 denk, dan denk ik aan corona, aan de zorg, ministerie van VWS. Ik denk ook aan de pijn van veel Nederlanders. Maar ik denk ook aan de miljoenen die uit de schatkist zijn verdwenen richting meester, oplichter en CDA-prominent Siewert en zijn handlangers. Daar denk ik ook aan. En het was ook wel, heb ik eerder gezegd, toch ook wel een tijd toen we nog voor corona zaten, hadden we nog de luxe om met elkaar te debatteren over de Brexit en over Italië. En dat is ook allemaal wel een beetje verdwenen. We hebben nu een echte crisis. Voorzitter, wat onrechtmatig is, is onrechtmatig. Daar begon ik mee, ook in crisistijd. En dat benadrukte de president van de Algemene Rekenkamer. En het is toch wel bedroevend, teleurstellend, dat de tolerantiegrens voor de rechtmatigheid zowel voor de uitgaven als voor de aangaande verplichting is overschreden. Voor de uitgaven met 4,3 miljard euro en voor de verplichtingen met 9 miljard euro. En minister Hoekstra mag zich vooral gaan zorgen maken over de puinhopen bij zijn collega en voorganger Hugo de Jonge. Voorganger als zijnde de leider van het CDA. Hugo heeft het bond gemaakt. Zo bond dat de Algemene Rekenkamer gebruik heeft moeten maken van het zwaarste middel, namelijk bezwaar. En de Algemene Rekenkamer heeft aangegeven dat het aan de Kamer is om hier een oordeel over te vellen. En ik overweeg dan ook een motie van afkeuring. Is het over de minister van VWS? Zeker, ja. Voorzitter, de Algemene Rekenkamer adviseert de 160 fiscale regelingen aan te passen of af te schaffen. En wat gaat het kabinet doen met deze aanbevelingen? En hoe kan het dat de Algemene Rekenkamer alle 14 overheidsregelingen die het heeft onderzocht, eigenlijk allemaal als niet doelmatig beschouwt? Geeft dit de minister niet ernstig te denken? En voorzitter, de Rekenkamer constateert dat financieel wanbeheer bij het ministerie VWS ernstig tekortschoot. De collega's spraken daarover. Maar het is niet alleen iets van het laatste jaar, het speelt al 20 jaar. En de vraag die opdoemt is, wat doen ze bij het ministerie en wat doen ze bij financiën met de aanwijzingen van de Algemene Rekenkamer? Ze worden altijd omarmd en de vraag is, worden ze dan ook wel geïmplementeerd?
Als we kijken naar VWS, dan zien we voor 5,1 miljard euro, dat is een aantal keren aangegeven. Maar als we kijken naar bladzijde 68 van de verantwoording, dan staat daar weer andere getallen. Daar staat dat er voor 6,1 miljard van de verplichtingen fouten en onzekerheden zijn met betrekking tot de rechtmatigheid. Voor de uitgaven zou dit 2,1 miljard zijn. En hoe verhouden die getallen zich tot elkaar? Graag reactie van de minister. En voorzitter, het parlement wordt vaak te laat geïnformeerd. Vaak eigenlijk voor een voldongen feit geplaatst. En daarmee wordt het budgetrecht ook onderuit gehaald. We zagen ook dat op de eerste dag van het reces, namelijk 22 december, het was vrijdag. En ik weet dat we hier in de Kamer vaak spraken over een ruimhartige regeling voor de ouders. En we hebben hier toen met elkaar echt staan discussiëren. Collega Omtzigt, ik zie de heer Van Dijk, Nijboer, we hadden gevraagd, de heer Sneller, dat moet royaal. En de ouders kregen 500 euro per half jaar, dat was de standaardregeling. Dat was 1,50 euro per dag of zo, dat was echt helemaal niks. En op vrijdagmiddag meldde de staatssecretaris zonder overleg, alle ouders krijgen 30.000 euro. Ik viel van mijn stoel, en een heleboel ouders trouwens ook. En wij konden weer met kruisje tekenen, een half miljard verplichtingen aangegaan. En we wisten pas twee weken later, drie weken later, kunnen we over debatteren. Ik vind dat echt ongepast. Voorzitter, ik zie dat ik halverwege mijn spreektekst ben, maar ik heb nog 1 minuut 33. En ik had nog zoveel moois voor u. Laat ik een beetje richting de afronding gaan. Voorzitter, ik wil kort ook nog spreken over wat zo heet de Sievert Gate. Want ik vind dat ik daar ook een bijdrage aan mag leveren. Voorzitter, het is toch onbestaanbaar. En het is ook een beetje onverklaarbaar eigenlijk dat er 100 miljoen euro uitgegeven wordt voor mondkapjes die nooit gebruikt zijn. Die liggen ergens in de hoek. 100 miljoen euro aan drie personen die geen van alle succesvolle ondernemers zijn. Aantal faillissementen op hun naam. 100 miljoen euro aan drie personen die geen expertise hadden in de zorg, maar bezig waren met stropdassen en relatiegeschenken. 100 miljoen euro aangegeven door Sievert, die zegt de zorghelden te willen helpen, de armen te willen helpen. Hij wilde het onder de armen verdelen. Nou, achteraf bleek een beetje onder zijn linkerarm en een beetje onder zijn rechterarm. 30 miljoen euro belastinggeld als overwinst in de vorm van winst. Eigenlijk in het geld, in de zakken van Geldwolf, voorzitter. En ik vind dat echt ontluisterend. En ik vraag me af hoe dat kan. Voorzitter, ik heb zelf ook een aantal jaren bij het ministerie mogen werken. En dat is heel gek. Als er zoveel, op zoveel plekken dan misgaat. En ik denk dat het goed is dat daar uitgebreid onderzoek naar wordt gedaan. Daarmee rond ik echt af, is de minister bereid om dat tot op de bodem uit te zoeken, desnoods via de Algemene Rekenkamer. En ik kijk uit naar de collega's die daar ook nog moties over indienen. Dank u wel. Er is een interruptie van de heer Stoffer, SGP. Ja, voorzitter. Een mooi betoog van de heer Azarkan. En ik zie niet dat ik met alles eens ben, maar er zaten echt wel hele goede elementen in. En ik vond het mooiste eigenlijk die vergelijking van die vinger. Hè? Dat je zegt van, ik druk hier en daar. En uiteindelijk kwam het er volgens mij op neer, als ik goed begreep. Ja, meneer Hoekstra kijkt wat minder. Minister Hoekstra, voorzitter. Maar dat minister Hoekstra die gebroken vinger was, als ik het goed beluister. Zeker. Maar uiteindelijk. U heeft de metafoor begrepen. Ja, maar toen raakte ik een beetje de weg kwijt. Toen hij zei, en ik dien een motie van wantrouwen in tegen minister De Jonge. Waar zit die breuk dan? Ja, de heer Azarkan. Nee, de Algemene Rekenkamer heeft natuurlijk ernstige tekortkomingen geconstateerd, het zwaarste middel ingezet. En het is aan de Kamer om te kijken hoe je daarmee omgaat. En ik overweeg wel een motie van afkeuring als het gaat om het financieel beleid. En dat is niet zozeer tegen de heer De Jonge. Ik vind dat de heer Hoekstra de eindverantwoordelijk is. De heer Stoffer. Dus ik goed begrijp, een motie van afkeuring op het hele beleid. Ja. Helder. Dank. Ja. Dank u wel, meneer Azarkan.